van Eekhout van de Laan. En toen vertrekte mijn collega haar zorgen naar Den Haag. En het gek is, dan doe je helemaal niet zoveel anders dan wat je voorganger deed en als opvolger doet. Bovendien, burgemeesters zijn ook beperkt in wat ze wel en niet kunnen. Dus ik vertaal de vraag naar, wat zou je doen als je een dag alles te zeggen had in Amsterdam? Dus gewoon de dictator bent van Amsterdam. Nou, wat dictators altijd doen, is goed voor zichzelf zorgen. Dus dat doe ik ook. Als ik dictator ben van Amsterdam, is mijn eerste besluit dat de VVD moet mee gaan onderhandelen voor een nieuwe coalitie. Dan kan ik namelijk de dag erop weer gewoon zeggen houden aan mezelf. Dus dat is voor mezelf geregeld. Maar het tweede wat ik zou doen, is ik zou alle ambtenaren van de gemeente Amsterdam de stad insturen met één opdracht. En dat is, ga op zoek naar de onzichtbare mensen van de stad. Want wij zorgen als stad heel erg goed voor de mensen die we zien, voor de mensen die we horen. Of het nu gaat om mensen die komen inspreken over bestemmingsplannen. Je moet eens een keer bestemmingsplannen proberen te wijzigen in Amsterdam-Zuid of in het centrum. En de rij insprekers staan voor je klaar. Of het gaat om binnenhalen van subsidies. Of het gaat om projecten die je start. We zorgen altijd goed voor de mensen die we zien, die komen en die spreken. We zorgen ook altijd heel erg goed voor de mensen die overlast veroorzaken. Zet 3 jongeren bij elkaar op een pleintje en we sturen er een jongerenwerk op af. Want gewoon weten ze beter dat wij er last van hebben. Maar in deze stad zijn heel veel mensen die we niet zien en die we niet horen. En daar moeten we veel meer naar luisteren. Die moeten we veel meer in beeld brengen. Dus ik zou zeggen, 1 dag de macht voor mij. Iedereen op zoek naar minstens 10 onzichtbare en ongehoorde mensen. En daar dan niet alleen die dag, maar ook in de dagen daarna heel veel aandacht aan besteden. Daar wordt Amsterdam volgens mij een stuk beter van.